Hallo allemaal, ik ben Ina van Kleenpool, bijna 26 jaar. Het is ondertussen 6 jaar geleden dat ik een video heb geüpload op dit kanaal. Er is echt heel veel veranderd, want helaas hebben we in september 2019 ook afscheid moeten nemen van onze lieve Pilou. Dit ligt wel nog altijd heel gevoelig, want daar heb ik toch wel heel veel mee gedaan en ben ik toch wel een groot stuk mee opgegroeid. Maar er is ook wel iets positiefs gekomen nadien, tegelijkertijd zeg maar. Ik ben nu ook 6 jaar eigenares van mijn lieve Tinker Mary Illy. Zij is nu 8 jaar. En sinds een jaar zijn we ook eigenaar van lieve Pepper. Hij is een kruising Shetlander en Welsh. En hij is nu bijna 2 jaar. Ondertussen heb ik ook al 6 jaar een geweldige relatie met mijn vriendin Stephanie. Die zullen jullie waarschijnlijk wel bij de vlogs en zo wel eens tegenkomen. Maar ja, ik mag wel vaststellen dat ik nu wel gelukkig ben met mijn 2 paardjes. Honden, katten en mijn vriendin. Cavallo TV heeft nu een nieuw jasje gekregen. De naam is veranderd naar Footprints of Love. Dat is mijn fotografienaam. Zoals sommigen weten die mij al lang volgen, ben ik al 12 jaar fotograaf. En sinds vandaag ben ik dit in hoofdberoep. Dus ik ben fulltime fotograaf. Uiteraard kon ik dit niet zomaar laten voorbij gaan. Het is altijd al een droom geweest om fulltime fotograaf te worden. En vandaag is het de dag. Dus ook de dag dat ik mijn kanaal opnieuw leven ga inblazen. Ik ga jullie meenemen in mijn leven aan de hand van een vlog. Want dat maakte ik vroeger ook wel vaak. Ook uitlegvideo's over fotografie, zowel met paarden, honden als huwelijksfotografie. Ook huwelijksfotografie met dieren. En er komen zeker ook Q&A's en nog andere leuke dingen. Graag wil ik jullie helpen om de fotograaf te worden die jullie echt willen zijn. Elke zaterdag zal ik een nieuwe video uploaden waar we een onderwerp gaan bespreken over fotografie. En elke dag, zal er een short video geüpload worden waar ik 1 tip geef over fotografie. Dat kan echt over alles gaan, over ondernemen, over Instagram, Facebook, hoe je start met fotografie, over gedrag van een paard, gedrag van een hond, over je apparatuur, over de locatie, over kleding. Ik kan zo doorgaan. Je mag het echt super breed zien. Wanneer jullie een onderwerp uit een short video heel interessant vinden, kunnen jullie dat altijd reageren onder de video. En dan maak ik daar voor zaterdag een uitgebreide video van, waar ik nog dieper zal ingaan op de tip. Dus alles er rond van het onderwerp zal dan aan bod komen. Via dit kanaal wil ik jullie dus meenemen in mijn leven als fulltime fotograaf. Uiteraard kan ik deze video niet laten voorbij gaan zonder enkele tips. En daarom stel ik de vraag, is het nodig om een opleiding fotografie te volgen? En hoe ben ik begonnen? 12 jaar geleden ben ik gestart met fotografie. Ik werd geprikkeld door foto's maken van mijn verzorgpaarden, onder andere Pilou. Maar ook van de paarden en de honden van vrienden en kennissen. En zo is mijn naambekendheid gegroeid door mensen die mijn foto's deelden. En die wilden dan ook een fotoshoot. Maar hoe ik eigenlijk ben gestart, is vooral leren door YouTube. Net zoals ik nu met mijn kanaal ga doen, ben ik zo ook gestart. Er waren nog niet veel cursussen, workshops, eigenlijk kanalen ook nog niet zoveel. Dus ik moest echt informatie gaan verzamelen via internet, via YouTube. En zo proberen, uittesten, vallen en opstaan. En altijd maar doorgaan en portfolio verzamelen. En ik nam daar ook wel fotoshoots aan. Eerst gratis, dan voor een klein prijsje. En zo kon ik maar groeien en groeien. Zoals ik al zei, waren er vroeger niet zoveel cursussen. Dat zullen mijn collega-fotografen die toen zijn gestart ook wel herkennen. Want die gaan het vast en zeker ook alleen moeten gedaan hebben. Want ik kan wel zeggen dat ik alles wat je nu ziet op mijn website, dat ik mezelf dat heb aangeleerd. En ergens geeft dat wel een goed gevoel, want je hebt het jezelf aangeleerd. Maar in deze tijd is het ook wel heel fijn als je gewoon... ik heb er nu 12 jaar over gedaan om fulltime fotograaf te worden. Wel met 4 jaar pauze in. Maar ik heb er lang over gedaan. Maar in deze tijd kun je op 1 jaar tijd... kun je echt al heel ver staan.
En daarvoor zijn nu de cursussen die je vindt online via Fotografen zo handig. Want er bestaan zoveel cursussen en workshops tegenwoordig. Enkel moet je wel kijken welke fotograaf bij jou past. Dus een tip van mij als je begint met fotografie of al even bezig bent, maar toch een cursus wilt aanschaffen, kijk dan even op de pagina van de fotograaf. Krijg je een warm gevoel van die foto's en denk je, oh, dat wil ik ook wel kunnen. Dan kun je een stap zetten om die fotograaf te gaan contacteren. Als er een klik is, want dat vind ik ook wel heel belangrijk, zowel de foto's moeten je liggen, als de fotograaf waar je mee moet samenwerken, want ja, je moet er tenslotte van leren, ja, dan moet wel een klik zijn. Dus als je die twee hebt, dan kun je zeker een workshop gaan boeken om daar meer van te leren. Een workshop bij een fotograaf is natuurlijk niet gratis, YouTube-kanalen en zo verder wel. Maar ja, ik blijf het ook altijd tegen mezelf zeggen, investeren in jezelf is eigenlijk zo belangrijk. Ik ga eerlijk zijn, ik zou liever €500 aan een cursus uitgeven om, ja, wetende dat ik wel in mezelf investeer en dat ik daardoor kan groeien. En ja, uiteindelijk als fotograaf kun je je geld er ook wel uithalen als je groeit. Dan dat ik eigenlijk kleren of make-up of whatever, iets leuk zou kopen voor €500. Dat doet iets meer pijn dan ik zou investeren in mezelf. Want het gaat wel over grote bedragen, het gaat niet over €10. Het gaat wel over een paar €100. Maar investeren is zo belangrijk. Want ja, het maakt dat je groeit in jezelf en groeit in wat je het liefste doet. En dat maakt ook gelukkig. Uiteraard geef ik zelf ook workshops, meeloopdagen voor fotografen. Ik doe dit helemaal privé. Ik heb het in het begin met een groep gedaan, maar ik merkte dat ik daar zelf geen voldoening kon uithalen. De groepen, ja, je moet je aandacht verdelen. Bij een privéworkshop of meeloopdag is de focus echt 100% op jou gericht. 100% op wat je wil leren, waar je het moeilijk mee hebt, wat je goed kunt. Want dan mogen we ook altijd benoemen wat je goed doet. Zo kun je ook al je vragen stellen die je hebt. En ja, aandacht 100% voor jou. Heb jij interesse gekregen in een workshop of een meeloopavond? Dan heb ik goed nieuws voor jou, want ik geef 50% korting tot en met 8 april. Voor de mensen die naar deze video kijken, dit kun je ontvangen door naar mijn website te gaan, die ik hier ergens in de video zal plaatsen. En anders onderaan de video. Je klikt even door naar voorfotografen. Dan kies je meeloopavond of een workshop Photoshop. Je klikt op boek hier, invulformulier en dan onderaan zie je extra info. Daar typ je YouTube 50 en zo weet ik dat jij die korting verdient. Ik ben zo benieuwd wat het kanaal in petto heeft voor ons, welke energie ik ervan ga krijgen, welke ideeën dan er gaan binnenstromen. Maar ben jij ook zo benieuwd, dan mag je zeker niet vergeten om op abonneren te klikken. Op deze manier blijf je op de hoogte van elke video die gepost wordt, die online komt. Elke zaterdag komt er 1 video over een onderwerp van fotografie waar ik dieper zal op ingaan. En elke dag komt er een short video waar ik jou 1 tip ga geven over fotografie. Mocht jij ideeën hebben om een video over te maken, onderwerp waar je meer over wilt leren, zeker hieronder reageren, want wie weet maak ik een video over jouw onderwerp. En dan zie ik jullie morgen terug met een short video. Tot dan!